Carolien, jullie van Havo Next en onder andere jij hebt net meegedaan aan een permanent beta lab sessie over de vraag van hoe kunnen we ervoor zorgen dat bij Havo Next de teams zelfsturend worden. En waar ik heel benieuwd naar ben is, wat neem je mee uit die sessie? Nou, dat voor zelfsturend verbinding heel erg belangrijk is. En daarvoor hebben wij gekeken naar een gereedschapskist vol verbinding. Oké, en wat zit er in die gereedschapskist waarmee je bij wijze van spreken morgen aan de gang kunt? Nou, daar zitten trefmomenten en trefdragers in. Aha, en wat is dat? Trefmomenten is waar ontmoet je elkaar. En trefdragers, dat is waar je kunt zien wat je met elkaar deelt. Oké, en waar gaan de schoonmakers elkaar dan treffen en wat gaan ze delen? Ja, ze gaan elkaar treffen dicht in de buurt, waar ze nu al zijn, maar echt met regelmaat, vaste tijden. Dus niet zoals het uitkomt, maar een discipline maken van het elkaar ontmoeten. Hartstikke mooi. Nou, dankjewel. Ja. En dan wil ik nu heel graag naar Freddy. Want Freddy nam ook mee aan deze prachtige sessie. En wat ik benieuwd ben, is wat jij eruit hebt gehaald. Nou, wat ik heb uitgehaald en wat we ook allemaal moeten gaan doen, is het loslaten en het vertrouwen geven aan deze medewerkers. Deze medewerkers kunnen het al lang. En hebben het thuis al bewezen. En dat ze het kunnen is voor ons eigenlijk nog te vaak een vraag. We moeten gewoon gaan vragen. Wat kan je? Wat is je talent? Wat vind je leuk? En hoe ga je samen met je collega's zorgen dat we een product afleveren? En jij blij bent en de klant en wij ook. Dus heel simpel, je gaat gewoon echt goed met ze in gesprek. Door ze te vragen van wat zij zelf kunnen doen om zelfsturend te worden. Daar komt het op neer. Ja, ja. Hartstikke goed. En dan tot slot Frank. Ook hier heeft een brainstorm plaatsgevonden over de vraag van hoe maken schoonmakers zelfsturend. Wat neem jij mee? Nou, dan denk ik toch inderdaad dat het leuk is dat je juist dit hele project, om zo'n zelfsturende organisatie te creëren, ook weer in een soort van zelfsturend concept gaat wegzetten. Dus Het project moet ook samen met schoonmakers gaan gebeuren. Dus het idee wat wij nu net hebben weggenomen, dat is creëer nou een groep van 15, ja? Van 15 toppertjes uit je organisatie en ga met hen het gesprek aan. En deze 15 toppertjes mogen allemaal nog een buddy meenemen, waarvan zij vinden dat het daar ook heel erg prettig werken mee is. Zij vinden dat dat ook inderdaad een topschoonmaker is. En dan creëer je zelf van, wat is het, 45 mensen. En dat is de groep die gaat starten en daar begint het zelfsturende regelsmaak. Hartstikke mooi. Ja, ja, hè, dus even als wrap-up. Ja, volgens mij, ik kan het inhoudelijk eigenlijk niet eens samenvatten. Maar wat mij betreft is het duidelijk dat Havo Next eigenlijk gewoon vanaf morgen aan de slag gaat om de schoonmakers zelf aan het stuur te zetten. Dank jullie wel. Ja.